Christus uitschilderen. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En daar zal ik daarmee besluiten. Dat is een anekdote, die heb ik meer dan eens gehoord uit de mond van de predikant. Van wie ik catechisatielessen kreeg toen ik op de middelbare school zat, dominee De Waard. Die toen verbonden was aan de gereformeerde samenkomst van Alblasserdam. En die vertelde dan het volgende: jongetje was aan het vliegeren. Het was een zomerdag, maar er stond genoeg wind om te vliegeren. Maar ja, het was ook zomer. Dus ja, de zon, je kon niet zo goed naar boven kijken. En dat jongetje aan het vliegeren en er stappen wat oudere man af van de fiets. En een beetje plagend zegt hij tegen dat jongetje: jongetje, ik ben bang dat je vlieger kwijt bent, want ik zie hem niet. En toen reageerde dat jongetje: meneer, ik zie hem ook niet, maar ik ben hem echt niet kwijt, want ik voel hem trekken. Want als hij een vlieger kwijt bent, het touw breekt, dan voel hij direct. Ik ben hem niet kwijt, zegt hij, want ik voel hem trekken. En dat voorbeeld gebruikte dan die dominee De Waard. En dan vroeg hij aan ons: jongens, kunnen jullie dat in geestelijk opzicht dat jongetje nazeggen? Wij hebben Christus niet gezien, letterlijk. Maar dat we mogen zeggen: ik voel hem trekken. Het oog omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is slechts waar men Jezus ziet. En dan mag gelden: ik ga heen om ook u een plaats te bereiden. En eenmaal zullen we hem zien zoals hij is. Heel letterlijk. En onze blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Dat geven de Heere. Amen.